goed dat jij achter Roglic en Dennis gaat rijden in de ploegentijdrit? Ja, dat heb je goed gezien. Wat ging er door je hoofd toen je die volgorde hoorde? Wel een vermoeden dat dat redelijk pittig is. Ja. Maar jullie hebben getraind. Hoe is het bevallen? Pittig. Ja, achter Primoz zitten is gewoon super lastig. Hij is een van de sterkste en een van de meest aerodynamische. Dus als ik erachter zit, dan zit ik voor mijn gevoel al wel een halve beurt te draaien, om het zo maar te zeggen. Maar het is ook niet mijn taak om de ploeg op sleeptouw te nemen of wat dan ook. Dus ik ga verre van de langste beurt te draaien. Maar weet jij met welke reden jij achter die twee geplaatst bent? Is dat gewoon uit de windtunnel gebleken? Nee. Het heeft vooral mee te maken, zoals ik het nu begrepen heb, dat ik een beetje de schakel ben tussen Primoz en ja, dan komt vervolgens Mike met Edo en dat die overgang iets geleidelijker loopt. Dus ik ben meer een soort schakel dan, ik denk dat je het zo het beste kan noemen. Later deze Vuelta, wat wordt jouw rol? Is dat gewoon echt puur in de bergen voor Primoz? Ja, dat is wel de insteek, ja. En dan hopelijk zo ver mogelijk in de koers kunnen komen om daar nog voor Primoz te kunnen zijn. Als het echt lastig is, dat zou wel echt super gaaf zijn als dat lukt.